In de vorige video zagen we al dat een van de zaken waar verlichte denkers over nadachten, de invloed van God op het dagelijks leven was. En in deze video gaan we daar eens naar kijken. Nou ja, en dan gaan we eerst even kijken naar wat het traditionele beeld was van die invloed van God op het dagelijks leven. Eigenlijk zou je dus kunnen zeggen van voor de verlichting. En dat traditionele idee dat hield eigenlijk in dat God de wereld had geschapen. En dat hij vervolgens als een soort almachtige God buiten die wereld stond. En dat hij nog alle invloed op het dagelijks leven had. Oftewel, God bepaalde ook daadwerkelijk iedere dag, iedere seconde weer wat er gebeurde, zeg maar. Hij had eigenlijk alle touwtjes in handen. Nou, en dan was er een verlichte denker, een vroege verlichte denker, een Portugese Jood die naar de Nederlandse Republiek was gevlucht, beroemde Spinoza. En die had daar toch een ander idee van. Nou, welk idee had Spinoza dan? Hij was dus ook gewoon een christen. Hij had een radicaal idee wel alleen over die invloed van God op het dagelijks leven. Hij geloofde in God, maar hij zei, God is de schepping. Hij zit overal in. Alles wat bestaat is de verschijning van God. Hij heeft die wereld geschapen en vervolgens zit hij in alles. In elke boom, in elk plaatje, in alles. En God staat er dus niet buiten, hij zit er gewoon in. Maar omdat hij er dus niet buiten staat, kan hij dus ook niet ingrijpen in het dagelijks leven. En Spinoza geloofde ook wel in die natuurwetten die we al eerder hebben gezien, die tijdens die wetenschappelijke revolutie steeds meer naar voren kwamen. Alles gaat volgens een soort natuurlijke orde die God weliswaar geschapen heeft, maar wonderen die bestaan dus niet. En daarmee haalde hij dus ook weer een heel belangrijk iets van die katholieke kerk onderuit, dat er allerlei wonderen waren gebeurd, waardoor er weer allerlei heiligen waren. En daarom was die beroemde Spinoza dus een hele radicale verlichte denker, want hij ging eigenlijk tegen de traditionele ideeën over het geloof en vooral tegen de traditionele ideeën van de kerk in. Hij haalde eigenlijk de macht van de kerk een beetje onderuit. En dit is dus zo'n voorbeeld dat je moet kennen. Het heeft te maken met het kenmerkende aspect van die wetenschappelijke revolutie, omdat Spinoza geloofde in die, maar omdat hij uitging van die natuurwetten. En het heeft dus te maken met het kenmerkende aspect over het verlichte denken, want beroemde Spinoza ging dus op een rationele manier eigenlijk naar God kijken en naar de invloed die God zou kunnen hebben op het dagelijks leven. En nogmaals, volgens Spinoza was die invloed er dus niet, want God was immers die schepping. Nou ja, en wat gebeurde dan met zo'n radicale denker als die Spinoza? Ik had al gezegd, hij kwam uit Portugal, hij was gevlucht naar die Nederlandse Republiek. En die Nederlandse Republiek die stond in de 17e eeuw toch wel bekend als een hele tolerante natie. Maar zelfs in die tolerante republiek was er veel kritiek op de ideeën van Spinoza, met name van de hele strenge Calvinisten, de hele strenge protestantse gelovigen. En dan zie je dus, dat zien we hier rechts ook, een tekening, een pentekening van een aanslag die er dus in Amsterdam op Spinoza gepleegd wordt, een moordaanslag. Die aanslag zal hij wel overleven, maar het geeft dus wel aan dat ook in een tolerant land als de republiek of Engeland, dat was ook zo'n tolerante of redelijk tolerante natie in die tijd, dat daar het ook gevaarlijk was om radicale verlichte ideeën te hebben. En in de volgende video zullen we dan eens gaan kijken naar een aantal radicale politieke verlichte ideeën.